een nieuwe week-challenge. Deze week gaan we starten met jong leren. Er zijn een aantal niveaus. Het groene niveau. Bij het groene niveau probeer je zo vaak mogelijk een ballon hoog te houden. Je kunt dit doen met je hand, met je vinger, met een boek, een pollepel, een krant, je hoofd of je voet. Iris laat even een paar dingen zien. Oh, daar gaat ze hoor. Je kunt er ook voor kiezen als je het wat moeilijker wil maken om twee ballonnen te pakken. Dan probeer je deze twee ballonnen van de grond te houden. Ook hier mag je kiezen tussen de verschillende spulletjes. Maar zoals je ziet is het al best wel ingewikkeld. Als dit is gelukt en je wil een niveau verder, of je wil al een niveau eerder instromen, dan ga je jong leren met twee sokkenballen. De eerste stap is dat je ze omhoog gooit en niet vangt. Zorg inderdaad dat je ze mooi kruislinks gooit. Dat betekent dat je rechter sokkenbal naar links gaat en je linker sokkenbal naar rechts. Als het je lukt, ga je proberen om er eentje te vangen. Let op. Oh, Iris heeft er in één keer twee. Nou, als je dat kan, zou ik het lekker doen. Als je een stap verder wil, of een niveau moeilijker wil instromen, ga je jong leren met drie sokkenballen. Je probeert er zoveel mogelijk te vangen, maar je mag altijd ervoor kiezen om er eerst één te vangen, dan twee te vangen, en dan drie te vangen. Hoe vaak lukt het je achter elkaar? Nou, je ziet het. Oefening baart kunst. Iris wordt er steeds beter in. En ik weet zeker dat als jullie goed blijven oefenen, dat jullie aan het einde van de week een prachtige weekchallenge in elkaar hebben gezet. Heel veel plezier, jongens!